Hallo beste klussers en welkom in Huizen Nestelt in Eeklo. We zijn hier vandaag omdat we hier onze aflevering van Timmeren met Timo gaan opnemen. We gaan hier namelijk aan de slag met een Robinia schommel, gemaakt uit stevige stammetjes voor de mensen die hier verblijven. We gaan nu stap voor stap tonen hoe het in zijn werk gaat. Onze hoofdconstructie is ondertussen opgezet. We hebben dus twee heel stevige palen met de draadstang erdoor aan elkaar gemaakt. We hebben ook de bovenste ligger met twee stevige draadstangen vastgemaakt aan de paal die richting achter wijst. En we hebben met overschotjes van andere balken ook nog een stevige baar gemaakt tussen de twee benen om eigenlijk een stevige driehoek te gaan maken. De volgende stap is eigenlijk om onze gaten hier aan de bovenste ligger te maken waar ons zitje uiteindelijk aan zal hangen. En dit is hem dan geworden, beste mensen, onze tuinschommel in Robinia spintvrij geschuurde paaltjes. Je ziet, hij is heel organisch van vorm, wat dan net de stammetjes typeert ook in Robinia. Laat u dus zeker niet te veel leiden door een tekening en exacte centimeters links en rechts.
hoe losser, hoe toffer het project uiteindelijk zal zijn. We hebben voor ons setje hier ook gebruik gemaakt van 3 plankjes om hem eigenlijk iets dieper te maken. We hebben hem ook ongeveer op 1 meter breed gemaakt, zodat je eigenlijk met twee personen er eventueel kan gaan opzetten. En je ziet dat hij hier ook redelijk laag bij de grond hangt, zodat de mensen die hier wonen hem heel gemakkelijk kunnen gebruiken. Je kan bij onze stammen, de stammen in verschillende diktes, verschillende lengtes, ook de plankjes in verschillende lengtes en diktes, bij ons allemaal terugvinden op de shop. Vond je het een toffe video? Vergeet dan zeker niet te liken en te abonneren. Nog een keer een dikke merci naar Peter voor de hulp en voor het project. En dan zien we jou graag bij een volgende klusvideo opnieuw. Dankjewel en tot later.